We zijn met 17 man. Ja, en even naar de toilet. Zwemmen. We hebben kamerberaad. Ja, we kijken wel. Misschien met het water. We gaan zo meteen in de achtbouw. Guusje mag roken. Oh, kijk, daar gaat hij. Ja. Hop. Nee, blijf niet zo af. Hallo allemaal, wij zijn de Naakkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. En we gaan naar... Euro. Oh, je hebt er zin in? Ja. Ja? Ja. Ik zie het. Ja. We zijn met 17 man. Mama heeft allemaal broodjes gemaakt voor onderweg. Jij bent allemaal bij jou? En hebben jullie er zin in? Ja. Ja? Jij, Eline? Ja, oma Michiel gaat ook mee met tante Andrea en de kinderen. Opa is er ook. Dat is Chris. Huh? Zijn jullie klaar, hè, meiden? We zouden om 8:30 vertrekken en het is 9:30 al, denk ik. 9:15. Oh, is het nog maar 9:15? Ja. Oh, nou, dan liggen we redelijk op schema. Zullen wij in de auto's gaan? Ja. Ja? Kom, ja. Ja. Madelief, wil jij even plassen? Ik heb het al gedaan. Oh, goed. Alleen mijn broek zit niet. Oh, dan moet je hem even goed doen. Dan wij hebben even een tussenstopje met ons groepje. Verplichte tussenstop. Verplichte tussenstop is eigenlijk wel weer een voordeel. Ja. Want anders dan rij je door en dat is ook niet goed. Nee. En we hadden heel veel filmpjes op Facebook gezien en ik had ook wel best wel wat reacties gehad. Als je nou op wintersport gaat, dan schijnt er een file te staan voor de supercharger. Half een kaasworst. Maar we zijn hier maar met z'n drieën en er zijn hier 20 plekken ongeveer. En we hebben een gesmeerde broodje bij en dan gaan we binnen. Kun je nog even gaan we een drankje doen? Kun je een bakje koffie nemen? Als je wil. Ik een bakje koffie? Ja, voor het anders. Ja, en even naar de toilet. Ja. Dan kan de auto even oplaaien en dan zijn we zo weer in Euro Disney. Heb je er zin in? Dat is een bam. Jij? Ja, allebei. Doe maar een kadetje ham en een kadetje kaas. Sweet. Oh, mag ik twee kadetjes? De auto is vol, we hebben lekker wat gedronken. Even benen gestrekt. Kaart. En Mika dood. Ja. Hè? Gebaartje, schat. Ja, je hebt schimmels hangen. Ja. En laat eens even zien wat je aan hebt. Een trouwring. Dat is uniek. Nee hoor, dat kan nou, want ik hoef niet te werken in de bakkerij. Nee. De bakkerij vind ik niet handig. Nee. Sommige bakkers wel hoor, die hebben gewoon de trouwring. Het mag ook. De meeste hebben hem aan. Het mag, maar... Ja. Er zit niks. Oh. Goed hoor. Hè? En de anderen die waren nog voor ons, hoorden we net. Die rijden nog voor Liel. Die hebben wel een tussenstop gehad. Wij zijn nou bij Liel en wij zijn klaar met laden. Dus super handig gegaan. We zijn gearriveerd en we staan al lang te wachten. Maar dat hoort erbij met zoveel man. Want we zijn kamers aan het vragen. Ja. Kamers. Aan het inchecken is mama. En hebben jullie er zin in? Ja. Wel iets om iets te doen, want we hebben nu echt al heel lang gezeten. Niks. En nou wil je een achtbaan? Gewoon iets. Zwemmen. Gewoon iets doen. Er is hier een binnenzwembad. Ja. Je hebt toch ook gewoon naar de buurt naar een binnenzwembad. In Frankrijk zijn ze nog niet zo ver met elektrische auto's. Dus die staat nog niet op te laden. Er zit wel een stekker in en hij zit in zo'n laadpaal. Maar hij gaf geen goede energiebron. Dus morgen kijken we nog maar even. We kregen nog cadeau op de wegkamer, zie je? Ja. Die drie vinden en één niet. Hij zei, ja, we hebben een nieuwe laten printen, naar veel bedoel. Maar hij zei, ja, we moeten wel weten wat het andere is gebleven. Oh. Leek je op een narcist te staan, want we hebben niet op gekeken. Dus hebben we gevonden. Oh, hij is terecht. Oh, oké. Okay. Ja, die staan natuurlijk ook op één kamer. Ja, daarom duurt het zo lang.
Dan kunnen we naar de kamers. Zitten we bij elkaar? Ja, en allemaal op deze verdieping. Zijn er met liften mogelijk. No elevator. No elevator. No elevator. Oh, dat is fijn, want opa heeft hoogtevrees. Dus nu moeten we eventjes gaan verdelen. Wie waar gaat. We hebben kamerberaad. Ja. Wie gaat er bij papa en mama? Nout. Oké. Marie en ik willen samen. En junior en Stan dan. Dus de jongens. Wij zitten ook samen in de koffer. Zitten jullie met alle nee, drie jongens? Nee, wij zitten samen in de koffer. Maar dan gaan jullie samen gezellig bij opa en oma. Nee, moet zij bij... Doe haar maar niet bij... Wie? Doe ze hun anders bij Sissy. Oké. Haar maar bij opa en oma. En jullie ook. Twee. Jullie twee bij opa en oma. En Miel. En jullie drie bij Sissy. Nee. Ja? Waar wil jij dan? Gaan jullie samen bij opa en oma. Ja, dan komt Marie ook nog bij opa en oma. Nee. Nee, dat past niet. Jawel, anders is het goed. Dan ga ik wel bij Sissy. Nee, ja, maar Sissy is toch alleen? Ik ga dan wel bij Sissy. Ja, goed. Ja. En je kan altijd nog ruilen, hè? Als er iemand een keer wil ruilen, dan mag het, hè? Ja? Opa en oma, wij gaan door dan. Dus dan wij zitten samen, hè? Ja, koffer weet ik wel. Is dat jouw koffer, hè? Dat weet ik niet. Mama. Moet je even kijken wat het bij jou is. Mama, wij delen toch een koffer? Nou, we kijken wel. Nee, zij moet haar koffer hebben. En dan we Michiel weer zo naar de kamer met de kinderen. Neem maar, mama, ik neem deze koffer wel mee en kijk van wie die is, oké? Die is van... Ja, weet ik zo niet. Ik moet je hem even openmaken. En toen was het alweer 4:30. En we staan hier met een au pair. Wij zijn klaar. Te wachten op de kinderen. We moesten schoenen aan doen, een broodje eten. Oh, daar komen er langzaam aan. Kijk, daar komen eraan. Daar komt de gang. Maar, dat zijn er maar 5. Dus dat zegt nog, ja, dan kan het nog heel lang duren gewoon. Vraag even of wij alvast of dat zij dan later komen. Of wat de bedoeling is even, denk ik. Vraag dan maar even. Anders gaan wij gewoon al. Degene die willen. En dan zijn mobieltjes om elkaar te bereiken. Ja. En laten we snel. Neem junior ook gelijk even mee. Kunnen we die in de kinderwagen zetten? Heb je er zin in? Deze twee ik heb echt zin in de lift. Deze twee. De lift doen we vandaag niet, hoor, denk ik. De vuurwerkshow doen we vandaag. Nee, maar papa, ik mag toch wel in de lift. Daar moet je toch 1,20 voor zijn. Weet ik niet. Maar de vuurwerkshow is maar echt saai. Nee, die is leuk, hoor. Nee, die is heel leuk. We gaan toch niet... vandaag toch wel in een beetje attracties vandaag? Dat weten we nog niet. Volgens mij staat 8 uur open. Maar voordat je er bent en... Ik denk dat we over een uur in het park zijn ongeveer. Over een uur, ja. Moeten we lopen dan? Nee, voordat we pas over 3 kwartier kunnen vertrekken of zo. Ja, ja. Wil jij een sjaal meenemen en een muts of niet? Ik heb een tas met die spullen om. Ik ben ze in de auto vergeten. Kijk, papa moet toch straks even pakjes uit de auto halen. Pak ook gelijk even jouw spulletje. Ja. Is hier ook een fitnesskamer, hè? Wauw. Ja, ik ga daar vanavond heen. We gaan er vanavond heen. Heb je geen show? Ik ook. Nee, jij ook. Het is niet nodig. We gaan daar met z'n allen vanavond heen. Dat is leuk. Als het is misschien maar tot een bepaalde tijd open. Allemaal door de veiligheidscontrole. Die man nu is ook. We staan nu bij de Space Mountain. En je hebt hier allemaal van die Star Wars. Beelden. Het is ook een Star Wars attractie. Ja, en ik ga zo meteen in de achtbaan. Guusje mag er ook in. Ja, vinden jullie het spannend? Ik ga samen met Nout. Zo lang geleden. Ja, ik ga samen met Guusje en Nout gaat alleen en Floor gaat samen met papa. En Guusje vindt het een beetje spannend. Ja. Wel eens in de achtbaan geweest. Joris en de draak. Ja, Joris en de draak. Ze is ook in de Python geweest. Vorige keer zei ze tegen mij, oh nee, daar ga ik echt niet in. Maar toen is ze erin geweest en ze vonden het heel leuk. Dus dat durf je hier ook zeker in. Ik zal straks maar even zeggen wat je van deze vond. Okay. Wel een beetje hoofdpijn. Oh, een beetje hoofdpijn. Vond je gaaf? Ja. Sam. Eerst was hij altijd gewoon heel hard rechtdoor. Dan was het meer cirkelen. En nu is het echt een curve trekken naar een looping. Dat was eens niet. Ja, ik vond hem heel leuk. Gaan we nog naar de foto kijken. Ja. Nou,
de foto. En, vonden jullie de Space Mountain leuk? Ja. Ja, heel leuk. Heerlijk. Voor jou de eerste keer, hè? En als je dan aan de buitenkant kijkt, kan je zien, dan word je weggeschoten in het begin, hè? Ja. Weet je, dat gebeurt daar. Zullen we er even op wachten? Zie je dat daar zo? Kijk, daar. Daar word je weggeschoten. Is de Tesla misschien nog wel sneller? Ja, ik kom niet heel snel. Oh, kijk, daar gaat hij. Ja. Hop, kijk. Ja, dat gaat echt niet hard. Dat gaat niet zo heel snel. Nee. Hiervoor, de vorige keer, dat het veel sneller ging. Maar toen was je kleiner. Ja. Dat is toch. Ja. Als je kleiner bent, dan... dan zullen we mama's gaan zoeken. Dat is wel echt leuk. En Madelief mag er ook in, hè? Leuk, hè? De Stan gaat erin, en Nout, en Floor. Guusje, en Chris, en Eline. En Sissy gaat er ook in. En oma Michiel, ja. Hallo. Hallo, dus je gaat met bijna allemaal, hè? En jij vindt het wel een beetje eng, hè? Ja. Wat is hier eng aan? Het is een beetje een enge attractie. Kijk, we gaan in zo'n ruimteschip. Dat gaat niet. Ja, wel. Ja. En dat is B2, hè? Of niet? Stan, dat is B2, hè, die? Oh, A2. Oh, die. En hoe heet die? Hoe? C3. Is net echt. Oh, kom. Follow papa. Hallo, Lida. Ja, dat wou ik nou net niet zeggen. Het is wel handig als je iemand de leiding neemt. Staat die Tesla daar? Ja, die staat bij de personeels... Een speciale parkeerplaats. Van de weg. Ja. Ja, als we laadpaal gaan, want op de andere twee plekken staan gewoon de auto's. Dus oh, dat is gemeen. Dus ja. Zijn die duizend kamers op elkaar, dan zijn twee laadpaal. En ze weten niet welke mensen dat er op die plek staan met de gewone auto. Ja, dat is gewoon... Nee, maar sommige mensen hebben ook een normale auto en een elektrische en één. Nee, maar dit was... Het duurt nog 40 uur. Dat is een snelle laadpaal. Ah, dan kunnen we in ieder geval als we naar huis rijden, is die vol. Ja, dan wel. Ja. Gelukkig. Het is wel leuk dat we gewoon een speciaal plek... Ja, ik zie hem al. Wij konden echt nog maar 40 kilometer rijden met de auto en geen laadpaal in de buurt. Dus we moesten hier wel laden. En papa werd echt gelijk heel goed geholpen en werd gelijk een oplossing gezocht. Het is echt heel netjes gedaan. Super netjes. Ja. Mama, wij zaten in de auto en ineens jullie kwamen van... Ik zei, ja. Dat is de Tesla. Ja. Ik was toen net snoepjes aan het uitdelen, dus ik had jullie niet gezien. Woehoe! Wow. Er zit geen motor in. Hé, hey, Merel. Nee, dus dat ligt helemaal vol met. Echt, ik wil niet raar zijn hoor, maar zo kan je echt goed iets meesmokkelen. Ja. We zullen nooit in de voorklep kijken. Want ze gingen ook in de achterklep kijken naar onze koffers, maar hier hebben ze niet gekeken. Wij dachten, als iedereen nou iets meeneemt, is dit niet zo'n duo-auto, Jan? Ik had trouwens toch zo'n hoofdband van jou gekregen. Ja? Ja, ik weet niet waar ik die heb gelaten hoor. Ja? Deze. Die heb jij nog thuis laten. Ja, dus nee, ik heb ze meegenomen hoor. Blauw. Ja. Ik heb ze. Goed zo, meisje. Oh, maar jullie neemt de steps mee. Ja, is goed. Die stikken even weg. Nou, wij gaan naar de hotelkamer. Jee, en ik ga zwemmen met papa. Oh, wij gaan nog even zwemmen, ja. Wij gaan fitnessen. Als het open is. Wij gaan zwemmen als het zwembad open is. En morgen gaan we ons verdelen in twee groepen. Een groep met grote kinderen. Papa? Ik ben al groot! En papa en mama. En opa en oma. En opa en oma nemen de kleintjes mee. Ja, en wat zijn Sissy doet, weet ik eigenlijk niet. Die gaan met ons mee, denk ik. Papa, ik mag met jou mee, toch? Oh. En ik ben een groot met jullie mee. Ja, Guusje mag ook nog met ons mee. Maar dat liefst niet. Die gaan met opa en oma, hè? En junior, hè? Maar die niet in... Ja, maar dan kan ze allemaal in attracties waar ze wel in mag. Ja. Niet leuk, anders moet je alleen maar wachten voor ons. Dan zit je de hele tijd te wachten totdat die grote een uur in de rij staan. Dat is helemaal niet leuk. En ik vind het wel makkelijk, ik hoef nou niks te dragen. Ik ook niet. Ja, ik ook niet. En zelfs junior is altijd iets aan dragen. Mama, ik kan beter in een paar attractie dan in alleen maar kinderachtige.
Nee, maar we doen ook nog wel een middagje of een ochtendje gewoon met z'n allen. Dan wat kinderachtigere attracties. Wil je ja, even maar afsluiten? De meeste zijn voor 1,20. Nee, kom. Even hier zo voor de camera. Zo. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze dag van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Gewoon een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Nee, het is wel zondag als het ook optocht is. Dus wij dachten lekker soft ijs. Het waren dus ijsklontjes. Dat is een beetje jammer.